Als amateur-cineast was ik als cameraman en monteur een van de 4000 vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de Special Olympics European Summer Games 2014. De Special Olympics zijn spelen voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze hadden voor het eerst plaats in België, met name in Antwerpen, Mol en Lommel. Dagelijks maakte ik reportages over deze spelen, die de wereld rondgingen. Met deze film, die is gemaakt met beelden uit mijn reportages, wil ik u deelgenoot maken van deze fantastische ervaring. Zou u nog voor Jean-Michel Serve, Kevin De Bruyne of Kim Gevaert supporteren, mochten ze er zo uitzien? Dit zijn confronterende beelden waarmee de Special Olympics het taboe rond sporters met een verstandelijke beperking willen doorbreken. Zoals bij de Olympische Spelen wordt de vlam op Griekse bodem aangestoken en dan overgedragen aan de Belgische delegatie. Deze vlam komt samen met de Griekse delegatie als eerste aan op de luchthaven van Zaventem. Daarna volgen zo'n 2000 atleten uit 57 Europese landen en hun begeleiders. Ze worden allemaal hartelijk verwelkomd door vrijwilligers en supporters. Premier Di Rupo is de eerste die de vlam van de hoop in ontvangst neemt. Vanuit de luchthaven gaat de tocht verder naar het Europees Parlement, waar Europees president Herman Van Rompuy de nieuwe fakkel aansteekt in naam van de Europese gemeenschap. Aan het Koninklijk Paleis geeft koning Filip de vlam door in naam van de hele Belgische bevolking. Daar begint de vlam aan een vijfdaagse tournee door het hele land. Het merendeel van de lopers, de torch runners, zijn politiemensen uit heel Europa. Koningin Mathilde komt meegenieten van het spetterende openingsfeest. Na de intrede van atleten en begeleiders worden de Spelen voor open verklaard. I declare open the 2014 Special Olympics European Summer Games. In het Olympisch dorp Sunparks, Kempense Meren in Mol, begint de dag al vroeg. En, zoals dat hoort, met een hartig ontbijt. ...75 bussen brengen alle atleten naar de drie locaties waar de wedstrijden plaatsvinden. In Antwerpen, Mol en Lommel worden gedurende 8 dagen 10 verschillende sporten beoefend. De vreugde, de spanning, de ontroering en emotie valt van de gezichten af te lezen. Thank you.
Heel veel. Mag echt proficiat. Dank je. In totaal behaalden de 285 Belgische atleten 268 medailles, waarvan meer dan 100 gouden. In het Antwerps Sportpaleis worden de succesvolle spelen door prinses Astrid officieel afgesloten. I declare the Special Olympics European Summer Games 2014 closed.